Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een speciaal uitlegfilmpje. Ik krijg van een aantal van jullie berichten hoe kom ik nu, ik heb nu de DNA-activatie aangeschaft. Hoe kom ik daar nu? Als het goed is, heb je een rekeningetje betaald. Je hebt op de plug and pay heb je geklikt, je hebt dat gezien. En dan heb je op de checkout, ja, je hebt betaald. En eigenlijk is het dan heel eenvoudig. Dan krijg je in je e-mail, krijg je gewoon alles wat je nodig hebt. Nou, en voor sommige mensen is dat nog heel onduidelijk. Daarom dit filmpje. Want mensen zeggen ook, waar vind ik nou die website? Waar moet ik zijn? Dus voor jullie speciaal dit filmpje. En ik ga even mijn screen even delen. Kijk, dat duurt even als het goed is. Zien jullie het nu? Dan ga je hier naar ontwikkelen.lumeria.nl. Die resources hoeft er niet bij. Je komt er automatisch achteraan als je dus kijkt hierop. Als je hier op deze banner klikt, dan kom je altijd weer terug op de voorpagina. Nou, en dan zie jij hier op de voorpagina van ontwikkelen.lumeria.nl, dan zie je hier allemaal vakjes. Ambassadeur, Lumeria ontwikkeling, kwantumveldactivatie. Dat is de kracht van positief denken was dat eerst. Daar komt hij. Daar klik je op. Producten aanschaffen. Dit heb je dan gedaan. Kijk, dit heb je gedaan. Hier, daar staat ook op. Dit heb je dus betaald, want anders, dit heb je gehad, want anders had je niet kunnen betalen. Dus, lezen is een kunst. En daarom heb ik dit videootje, zodat ik het je ook nog even vertel. Kijk, dus dit heb je gezien. Dus je gaat, oh ja, dat wil ik betalen. Maar het is ook handig dat je even leest. Je volgt de videolessen op ontwikkelen.lumeria.nl. Nou, dan ga je naar beneden. Oh, ik had 50% korting, ja. En zodra het nieuwe boek over het kwantumveld klaar is, dan krijg je, dus door aanschaf van dit product krijg je. Nu krijg je het boekje Kracht van Positief Denken. Een waterkaart krijg je met de bloem van het leven. En een notitieboekje krijg je. En er zitten nog wat kaarten bij. Dat is het setje wat ik je toestuur. Alleen is het boekje Kracht van Positief Denken even bij de drukker. Want die was uitverkocht. Dus het kan even duren voordat jij het in Nederland ontvangt. Alleen in Nederland. Zit jij in een ander Europees land, heb je dit aangeschaft, dan is dat prima, maar dan moet je mij even benaderen, want dan moet je nog wel extra verzendkosten betalen als ik het naar Italië of België of Duitsland of waar dan ook heen moet sturen. Dus denk daaraan, dat kan niet zomaar. Want het kan namelijk niet voor 6,95 dat twee keer iets sturen. Want dan ga je in het buitenland, als je in het buitenland zit, dan ga ik je pas dat hele pakket sturen als het nieuwe boekje er is. Anders is het voor mij en voor jou veel te doen. Nou, dan kan je je betalen. Ideal. Creditcard, klaar naar achteraf betalen. En als je dan denkt, ja leuk, 56,94. Dat is heel veel geld. Nou ja, het is al met 50% korting. Dan mag je het ook nog in drie delen betalen. Dat is met al mijn cursussen zo. Fijn, hè? Goed. Nou, dat heb je gedaan. En dan moet ik even terug. Daar. Goed. Nou, en dan? Dan, ja, je hebt het aangeschaft. En dan krijg ik vragen van mensen. En nu? Waar is de link? Waar vind ik die lessen? Geef mij nou even die link. Nee, die heb je al gekregen. Want op het moment dat je dit hebt gedaan, dit hebt afgerond, krijg jij van mij een e-mail. Dat gaat vol automatisch. Want ik heb zoveel aanmeldingen. Als ik dat allemaal ook handmatig moet doen. Nou, dan ben ik nog wel even bezig. Dan kan ik geen filmpjes maken. Dus in het kwantumveld is alles mogelijk. Dus met die computer. Dan gaan al deze slotjes gaan er namelijk af. Dan zie je dat die slotjes open zijn. Dus hoe krijg je die nou open? Dan ga je naar ontwikkelen.lumeria.nl. Daar. En dan ga je hier kijken. Rechtsboven. Heb je inloggen? Op, klik je op. Dan kom je op dit inlogscherm. Hier staat al, je mag zelf je tijd bepalen. Je mag je op je eigen favoriete moment ontwikkelen. En wijsheid met creativiteit
combineren, zeker met kwantumveld zo. Dus je e-mailadres waarop je hebt aangemeld, waarop je ook jouw rekening hebt gekregen. Nou, heb je nog geen account gemaakt op de Huddle, dat is het platform waar ik dit allemaal op doe, dan maak je een account aan. Of je zet even wachtwoord vergeten. Nou, heb je dat allemaal? Dan kan je inloggen. Dit kan op geen enkele andere manier. Ik heb niet een Telegram of Facebook groep meer waarop dit zomaar even te zien is. Ik ben zo super trots op mijn prachtig nieuwe website met al mijn cursussen. Kijk, dit is de bovenkant. Gaan we naar beneden. Moet je eens kijken, er staat gewoon veel meer. Nou, dan ben je nu ingelogd. Dan ga je nu verder. Oké, ga verder. Nou, en dan kom je hier. En nu zijn alle slotjes verdwenen. Zie je dat? Er zijn geen slotjes meer. Anders zat er een slotje bij. Dan kan je hier de Masterclass Quantum Veld Activatie. Heb ik voor de ambassadeurs gemaakt. En die vond ik, dat is een hele mooie beginles. Om even die te doen. Kwantumveld activatie. Dit zijn 6 lessen, de oude lessen van de kracht van positief denken. In een van de lessen leg ik ook uit wat voor setje erbij zit. Maar dat was een oud filmpje, een oud setje. Dat setje is niet meer geldig. Je krijgt nu veel meer omdat je het nieuwe boekje erbij krijgt. Dat kreeg je toen helemaal niet. Tijdlijnen en meditaties, kunnen we even kijken. Dus hier heb ik allemaal filmpjes opgezet wat jou helpt om in tijdlijnen te kunnen zien, om je innerlijke kind, al die leuke Ho'oponopono meditatie, dolfijnen meditatie, bevrijding van vloeken, alles wat je helpt om vrij te kunnen zijn. Als je nou hier bent en je denkt, oh, ik wil even weer terug naar het begin, dan ga je hier rechtsboven, kijk, daar naar die stipjes en die streepjes. Hop, dan ben je hier weer. En dan zie je hier rechtsonder bij 6, 30-daagse kwantum activatieoefening. En nu heb je dag 1, de basisactivatie. Dag 2. Oh, dat is de. Dag 2, chakras. Oh ja, ik heb 2 keer dag 1. En met spraak en zonder spraak. Nou, en dan denk je: oh, wat leuk. Oh, er staat heel veel. Oh, dat doen ze allemaal achter elkaar aan. Doe dat alsjeblieft niet. Het zijn korte meditaties en je mag dezelfde meditatie wel op dezelfde dag doen. Alleen ga niet meer dan dat doen. Ga niet meer dan die meditatie doen dan op die dag aanwezig is. En deze is bijvoorbeeld 6 minuten. Ja, dat is maar heel kort. Ja, maar stel je voor dat het dan niet werkt, want het is zo kort. Het werkt heel goed en het hoeft niet langer. Je hoeft geen 45 minuten in meditatie te zitten om iets te laten werken. Dus dit werkt volledig en dit werkt goed. Jouw onderbewuste neemt het perfect op. En dus dan kan je elke dag even weer doen. Dus echt waar, mijn dringende advies is, en jij bent zelf baas. Als jij zegt, ik ben alle 15 die nu online staan, ga ik gewoon achter elkaar doen. Ik wens je veel succes met je onderbewuste. Het zou kunnen zijn dat je zware griep krijgt. Want er gebeurt heel veel. En dan nog, als jij in die sneltreinvaart wilt, dat is jouw keuze. Dit is al heel makkelijk. Maar maak het jezelf niet moeilijk. Dan nog, het zijn visualisatieoefeningen. En ik had zaterdag ook iemand bij me die zei, maar ik zie helemaal niks. Of ik val in slaap. Helemaal goed. Jij ervaart de activatie op jouw manier en jouw onderbewuste doet het feilloos. Echt helemaal perfect. Dat betekent dus als jij in de meditatie zit en je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet, je proeft het niet, dat betekent niet dat het niet gebeurt. Je mag erop vertrouwen dat het altijd plaatsvindt. Het is dus van belang dat je, ondanks dat je niks ziet, niks binnenkrijgt, gewoon elke dag die kwantumactivatie doet. En heb je die 30 dagen klaar, dan kan je gewoon weer overnieuw beginnen. Begin je weer bij dag 1. Dat is leuk. En stel je voor dat je nou, je bent even uit je kracht. Er komt straks ook een dag waarbij ik vertel over in je kracht staan. Hoe doe je dat? En dat doen wij een oefening naar het kwantumveld.
En daar activeren we dat op. Of je zelfhelende vermogen. Dus heb je straks alle 30 gedaan en je zit dus in een periode dat je je zelfhelende vermogen extra wilt stimuleren, of je chakra's extra in balans wil hebben, of jezelf willen zijn, of zelfvertrouwen. Ik weet niet of ik dit, nou ja, in ieder geval. Alle filmpjes hebben een onderwerp. En dan kan het ook zijn dat je 30 dagen lang, 21 tot 30 dagen lang, alleen dat filmpje doet. Omdat je juist jouw zelfhelende vermogen, of juist jou in je kracht willen zetten, of juist jouw onvoorwaardelijke liefde wilt nog extra activeren. Dus dit is voor altijd. Dit kan je altijd gebruiken. Geef jezelf de tijd en de ruimte om eerst die 30-daagse te doen met alle verschillende filmpjes. Als je dan dingen ziet, voelt, proeft, ruikt of gewoon helder weet, fantastisch. Val je in slaap, nog beter. Zie je helemaal niks, ervaar je helemaal niks, helemaal goed. En deel ook je ervaringen op de kwantumactivatiegroep. Doe dat. En alles is goed. Dat de een veel meer ziet dan de ander. Maar dat hoeft niet te betekenen dat jij veel minder ervaart in je onderbewustzijn, in je cellen, in jouw lichaam, ziel en geest. Die brengen we ook in balans, die drie. Het is dus van groot belang dat jij vertrouwen erin hebt dat alles wat je doet in het kwantumveld, alles wat ik vertel, dat wordt automatisch gewoon gedaan. Het mag ook makkelijk, hè? Jij maakt het zelf moeilijk. Wil jij het moeilijk, dan ga je alles achter elkaar doen op één dag. Dat adviseer ik niet. Mag ook makkelijk. Gewoon 30 dagen, elke dag een filmpje. En op die dag kan je gerust dat filmpje van die dag nog een keer doen. Twee keer. Meer hoeft niet. Zou ik niet doen. Het is al een hele kunst om elke dag die filmpjes vol te houden. Vind ik heel knap dat je dat doet. En het is altijd de juiste tijd, de juiste manier. Dus het is gewoon makkelijk. Het is gewoon goed. En vertrouw erop dat jouw onderbewuste, jouw geest, altijd verbinding maakt met je lichaam en je ziel. En dat het altijd in synchroniciteit gebeurt. Je kan dit programma nog steeds aanschaffen. Die blijft ook te actief. Het zal je helpen om in je kracht te komen te staan, om de dingen wat beter te kunnen relativeren. Ik ga nog een share screen doen. Gaan we hierheen? Ja. Doe het eventjes voordat jullie het zien. Ja, als het goed is nu. Dus als ik kwantumactivatie. Even kijken hoor. Nee, ik moet naar 6. Dan moet ik even hierheen. Kijk, dan moet ik ook terug, want dan is mijn schermpje gewoon niet groter. Dan ga ik hier weer terug. En dan krijg ik niet een overzicht wat daar allemaal is. Hey, dat is Tom. Toon de 47 lessen. Ik heb dus een filmpje en een audio. Als je denkt, ik wil het filmpje niet zien, ik doe de audio even aan, is ook heel goed. Dus we beginnen met de basisactivatie, chakras in balans, cellen herstellen, de levende berg. Vrij te communiceren met je keelchakra, je zielsmissie herinneren, kennis vanuit je ziel activeren, vreugde, harmonie en relaties, jezelf als centrum van de wereld, onvoorwaardelijk, dat is een hele lange. Die heb ik juist op dag 11 gedaan, want dan ben je 10 dagen bezig en dan denk je, oh ja, zo moet het, tjak, 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 tjak. En dan doe ik hem dus weer langzaam. Flauw, hè? Ja, want dan word je je er weer van bewust hoe alles werkt. En dan gaan we weer naar die onvoorwaardelijke liefde. Lichaam, ziel en geest in balans. Bevrijding van obstakels. Dag 13. Die heb ik, alles is per dag ook zo neergezet dat het voor jou goed is. En dat het de optimale stroom van energie meekrijgt. In kracht staan. Dus je hebt eerst de lichaam, geest en ziel in balans gebracht. Bevrijding van obstakels. Je bent een rivier, de doorstroming. Dan ga je in je kracht staan. Want dan heb je alles klaar. Synchronisatie van tijd. Transformatie in balans. Voltooiing van energie. Jouw fantastische ego. Wie is God?
aardse balans, resultaat van jouw creatie zien, vergeving, vliegen, diep geluk ervaren, denken en loslaten, vooral denken loslaten. En daarna zal je wel merken dat je, als je tot nu toe dag 25 nog niks hebt gezien en je laat het denken los, dan zou het zo kunnen zijn dat je dan wel wat ziet. Je ware zelf zien, jouw diepste wens tot leven brengen, ontmoet je goddelijke zelf. En dat is de 30ste. En dan heb je de audio's allemaal. En je ziet tot dag 15. Want ik maak per week 7 nieuwe DNA-activaties. Dat helpt de eerste groep. Die kunnen niet verder dan dat. Ja. Dus stap je gewoon later in. Dan gaat het. Of stap je over 30 dagen in. Over 2 weken is dat eigenlijk. Stap je dan in. Dan mag je ze al 30 tegelijk horen op één dag. Dat zou ik niet doen. Zou ik echt. Is echt waar, lieve mensen. Doe dat. Laat het even makkelijk zijn. He? Dus, je hebt de tafels van 1 tot en met 10 ook niet in één dag geleerd. Je hebt ook niet in één dag leren schrijven, lopen, fietsen. Nou, dat is dit ook. Het autorijbewijs duurde ook een paar maanden. Ja, voor sommigen niet, maar voor anderen wel. Dus wees makkelijk. Je kan deze DNA-activatie oefening 30-daagse. En er zit dus van alles bij. De kracht van positief denken. Het boekje is gedownload. Ook volgens mij heb ik het boekje gedownload op de groep. Ik ga het straks nakijken. Het oude boekje, wat ik vanaf 2007 al gebruikte, daar staan ook mooie woorden in. Hopen, niet, geen, moeten, zullen. Die gebruik je allemaal niet in affirmaties. Ik had een affirmatie voor iemand gemaakt en ik zei, oh nee, een vraag was dat. Een vraag die ze met het pendelen kon beantwoorden. Welke supplementen heb ik nodig om vrij te zijn van migraine? In plaats van welke supplementen heb ik nodig om geen migraine te krijgen? Dus eigenlijk zeg je dan, welke supplementen heb ik nodig om migraine te krijgen? Ja, de vraagstelling is heel belangrijk. Dus dat soort woordjes staat in de kracht van positief denken. Dus de zin was, welke supplementen, met het pendelen was dat dan, welke supplementen heb ik nodig om vrij te blijven van migraine? Eigenlijk zou je ook kunnen vragen, welke supplementen heb ik nodig om volledig in balans te blijven? Want dan ben je ook vrij van migraine. Dus, waar wil je naartoe? Je wilt geen migraine meer hebben, dus dan ga je ervan af. Alleen, waar wil je naartoe? Volledige balans. Dus hoe kan ik, wat is voor mij de beste methode om volledig in mijn balans te komen? Zonder andere deze DNA-kwantumactivatie. Lichamelijk, op zielsniveau en op geestelijk niveau, je gaat een aantal blokkades eruit halen. Waarbij het best wel kan zijn als je blokkades eruit haalt, dat je dingen tegenkomt, mensen tegenkomt die jou even weer herinneren. Oh ja, oh, nou voelt dat anders nu die persoon op mijn pad komt. Ik kan gewoon nu vol vergeving, of ik kan vrij van emotie, kan ik vrij van emotie, geen emotie, maar vrij van emotie, kan ik met hem of haar een gesprek aangaan. Dat is wat je bereikt met deze kwantumactivatie. En je herstelt al je cellen. Nou, dus dan kan het best zijn dat je daardoor ook veel energieker en beter gaat voelen. Dat is mijn wens voor jou. Hij is tot het nieuwe boekje er is, dat is tot ongeveer januari, is de cursus 49,99. Oh, ik geloof 56 nog wat, inclusief de verzendkosten, want ik moet 2 keer verzenden. Dus je krijgt 2 keer een brievenbuspakketje. Moet het naar het buitenland, dan even contact opnemen. Goed, ik wens jullie heel veel plezier ermee. Ontwikkelen.lumeria.nl kan je hem altijd aanschaffen. Dag lieve mensen.